Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vrijdagochtend, geef maar een briefje. En wij zijn de smoothie challenge aan het voorbereiden. Dus ik ben nu de briefjes aan het schrijven en die gaan dan in een schaaltje. En dan gaan we zo die video opnemen samen. Daar hebben we super veel zin in. Sarah kon al die weken niet wachten. Dus ik hoop dat hij al online staat als jullie deze video zien. Ik denk het wel. En ik ben heel benieuwd natuurlijk wat jullie er dan van vonden. Zo, we hebben net de smoothie challenge opgenomen en we hebben ons echt kapot gelachen. Het was echt super leuk om te doen. Maar we vonden het niet zo leuk. Nee, we vonden het best wel vies. Maar goed, het was echt heel leuk. En we gaan nu even opruimen. En we gaan nog even genieten van Sarah de studiedag vandaag. En die heeft wel zwemles, dus dan gaan we ook dadelijk mee. Gaan jullie allemaal weer zien. Maar voor nu, deze rommel. Ik wil promotie eten. Ja, dat is wel een goed idee, hè? Zo, en dan laten we nog even de outfits van vandaag zien. Wil jij eerst? Ja. Oh, ga maar staan dan. Sarah heeft een leuke body aan. En weet je waar die van is? Sarah. Van de Zara. En een rokje van de Coquette. En laarsjes van? Sarah. Van de Zara. Leuk, hè? En deze? Je majo is van de Hema, geloof ik. En je hebt je kettingje in je oorbellen. En die moeten we zo even switchen, je oorbellen, voor met zwemmen. En dan mijn outfit van vandaag. Ik heb, hij zit niet meer zo heel netjes nu, een leuke geribbelde kool aan. En ja, gewoon simpele high-waist skinny jeans, daar hou ik van. En het is natuurlijk herfst, dus overnielaarzen kunnen weer. En dat vind ik echt super, want ik hou echt van overnielaarzen. Dat is een van de weinige dingen die ik dus wel leuk vind aan de winter en de herfst. Die kunnen weer de kast uit. En nu even spullen pakken en Sarah gaat naar zwemles. Zo leuk, ik zit op de computer oude foto's te bekijken en nu heb ik dus een aantal foto's weer teruggevonden waar ik net ietsjes ouder ben dan Sarah nu is. En dan ben ik wel heel benieuwd. Wat vinden jullie? Ik vind Sarah eigenlijk al, wat is lichter, vanaf het begin af aan een mengelmoesje tussen mij en de papa. Maar zo vind ik ook wel dat ze toch ook wel wat dingetjes echt van mij heeft. Ik vind het in ieder geval heel leuk om het zo naast elkaar te zien. Ik ben daar denk ik een maandje of twee maandjes ouder dan Sarah nu is. Sowieso vind ik het echt super leuk om die dingen dan weer terug te zien. Ik zet heel vaak fotootjes van haar dan naast foto's van mij op die leeftijd. Van Marco kan ik het helaas nooit altijd precies terughalen. Ik heb al mijn foto's op datum staan, dus dan kan ik het echt tot op de dag vergelijken. Dat vind ik zo leuk om dat nu zo terug te zien. Dus ik ga nog even verder fotootjes kijken. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Ik moet in het weekend tegenwoordig wat zo nadenken welke dag het is. Heel raar, maar goed. Wij hebben ons al aangekleed. En ik ga straks naar mijn oma en daarna gelijk naar een verjaardag. Nee, andersom. Je gaat eerst naar een verjaardag. En daarna ga je naar oma, dan ga je er logeren. En dan kom ik je morgen halen om je naar de volgende verjaardag te brengen. Want Sarah heeft twee kinderfeestjes. En vandaag met het kinderfeestje ga ik wel mee en morgen zet ik er af. En wij hebben vanavond ook weer een verjaardag. Van dus daarom... Noa. Nee, wij hebben verjaardag van Kim weer vanavond. En daarom slaap jij weer bij oma. Dus het is ook geregeld en druk, maar helemaal leuk. Voor ons allebei, hè? Ja. Ja, we hebben allebei eigenlijk twee feestjes. En we gaan even het cadeautje van Noah inpakken. Ja, van knutseldingen. Ja, Noah houdt van knutselen, dus we hebben allemaal knutselspulletjes gehaald. En die gaan we straks laten zien. Ja, zullen we het even gaan pakken? Ja. We hebben dus een hele kit. Ja, die mag je openmaken. Dit is daar echt heel mooi. Ja, daar gaan we het allemaal in doen. We hebben echt superveel knutselspulletjes. Dus echt oogjes en kleine glitterspulletjes, echt van alles. Ja, vriendinnetje houdt heel erg van knutselen. Dit is iets met gips of zo. Superleuk.
glitterdingetjes, veertjes. Een secret pen. En dan hebben we deze hele leuke kist. Nee, ik vind het niet. Ja, maar dat kan je toch laten zien? Kijk, zo. Kijk, dit is zo'n veranderbox. En daar gaan we alles in doen. Ik ga het gaan zo. Gaan we hem openvouwen? We moeten even kijken hoe die in elkaar moet. Oké, ik vouw hem zo open. En dan moet dit onderin, denk ik. Ja, kijk. Zo. En dan heb ik daarna achter jou, Sarah, daar heb ik die dingen. Die mag je er eerst even inleggen. Dit. Ja, dat heb ik even als vulling. Ik denk, ik leg er wat onder. Maar ik ga denk ik even wat meer pakken nog. Want anders zijn die cadeautjes zo ik ga een hartje zo diep maken. En dan zien we ze. Ga jij een hartje erop maken? Ga ik even nog vulling pakken. Kijk, Sarah heeft op de kist, de bewaarbox, heeft ze van alles getekend. En we hebben al die knutspulletjes. En deze heb ik voor mijn vriendinnetje vanavond. Die is heel... Kim en Maarten. Ja, die is helemaal gek op deze van Rituals. En dan hebben we ook de kaars erbij. Dus die is dan voor vanavond. Dus die vond ik ook wel leuk ingepakt zo. En dan zo. Dus we zijn klaar. En voordat we weggaan zijn we natuurlijk iets mega belangrijks aan het doen. Ik zal het even laten zien. Want er is iemand in Nederland en dat is natuurlijk super, super, super belangrijk, hè? Ja, want Sinterklaas is in Nederland en ik had daar nog iets voor. En Sarah kon daar natuurlijk al die tijd niet op wachten, dus die is helemaal blij. Die zit helemaal in de tv gebiologeerd te kijken. Super grappig. En nog even snel de outfit van vandaag. Ik heb weer die leuke blouse aan. Die kan ik elke dag wel aan, ik vind hem echt super. Midreis skinny jeans. En de hakken van vandaag, die zijn natuurlijk het belangrijkste. Deze, ik blijf ze heel cool vinden. Lekkere glimpunthakken. Ik vind ze heel mooi gesneden ook aan de voet. Dus super. En dan nu snel jassen aan in de auto en naar de verjaardag. Lang zal ze leven. Het was heel leuk bij de verjaardag, want Sinterklaas was gewoon bij de verjaardag. Ik zit nu met mama in de auto en ik ga bij oma logeren. Spanje, want aan hij wint ons Sint Nicolaas. We zien al gaan hoe we bot zijn paardje. Hij komt er neer, hoe het bos al heen en alweer. Nou, super gedaan. Even snel de outfit voor vanavond. Ik heb de spiegel een beetje onhandig tegen de kleding gezet. Maar in het hoekje waar die normaal staat is een beetje donker. Ik heb dit t-shirt aan met die hele leuke dubbele mouwtjes. Dan een rokje en rode overnielaarzen. Natuurlijk met een lekkere hak. Dus nog even sieraadjes pakken en een tas. En dan gaan we weer een stukje rijden naar de volgende verjaardag toe. Klaargemaakt en in de auto. Ik heb mijn dochter nu even omgeruild. Kom maar, man.
hebben ze onderweg en ze hebben wat eten onderweg. Daar hebben we niet echt veel tijd voor. Kentucky it is. It's finger licking good. Net mijn jarig. Goedemorgen, het is zondagochtend en ik ben weer een beetje uitgerust na een hele gezellige avond. En me nu snel klaar aan het maken en dan ga ik Sarah ophalen en naar de feestje brengen. Dus dat is echt heel kort. Maar goed, ik zal het snel mijn outfit nog laten zien. Deze leuke trui aan met allemaal pailletten op de mouw. Die vind ik echt super, die zit echt zo super lekker. Simpele broek en deze hele mooie laarzen. Het lijkt allemaal een beetje wat valer op beeld. In het echt valt dat wel mee, maar goed. Ik ga nu snel naar de auto en ik zie jullie later. Hallo, ik ben net voor oma weg en ik ben bij mama. Hallo. En ik ga nu naar het feestje van 10. Ik vind het nu al gezellig. Ja, leuk. Kom maar, ik wel ver, maar. Sarah, hier, je sok. Laat hem eens zien. Ik heb een heel klein meisje weer opgehaald van het feestje. Volgens mij heeft ze het super naar de zin gehad. Was het leuk? Je bent moe, hè? Nee. Oh. Ik ben niet moe, maar ik ben gewoon geen zin om te lopen meer. Oh ja, daar hebben we allemaal wel eens last van. Dus we gaan nu snel naar huis en dan even eten. Oh, dat gaan we allemaal regelen. Komt goed. Kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die lieve goede zin. Een pop met vlerkjes in, haha, twee staten. Ik weet hem eigenlijk verder niet meer uit. Oh, dan zing je een ander liedje. Dan weet ik het niet. Goedemorgen, gisteren vergeten de vlog af te sluiten, dus bij deze even snel. Abonneer je onder en geef even een duimpje als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zien we jullie volgende vlog. Doei! Leuk. Ja, dit zijn dikke vrienden samen. Oh ja.